gewonnen. Wouter zit ook in de Belgische selectie voor het WK van volgende zondag in het mooie Verona. In de Vuelta kroonde Frank van den Broeke, niet die van de pensioenen, zichzelf tot superfavoriet voor dat WK. Maar er is ook nog Johan Museu, mijn favoriet, maar dat is tussen ons. En ook Peter van Petegem en André Schmil zijn niet kansloos. Philippe Maarten sprak gisteren in Parijs met dit Belgisch kwartet. En Frank, zeg ik iets? Je hebt mooie kleuren, hè? Past het of niet? Past heel goed. Van den Broeke boorde vol vertrouwen naar Verona. Parijs-Bourges en Parijs-Tour brachten bevestiging voor Schmil, maar ook onze andere kopmannen zijn klaar. Conditioneel sta ik goed en mijn spieromvang die is ook veel verbeterd met het voorjaar. Ik denk dat ik bijna weer de conditie heb zoals in het voorjaar. Alleen vraag ik heel veel steun. Als de koers zich openkomt in de laatste twee ronden, dan heb ik al enorm veel laten tonen dat ik misschien het meest in staat is om een grote kloof te rijden op een ronde of twee. En in 2K is de kwaliteit die telt. Dat is Frank, hè. Dus Frank heeft gedacht dat hij de beste is van de wereld bijna. Maar alles op Van den Broeke zetten is soms het risico. In Italië heb je ook al een paar keer altijd alles op Bartoli gezet. En het is altijd moeilijk om zulke wedstrijden af te maken. Je hebt wel minder toon dan mij die laatste weken van prestatie. Dan moet hij ook zeggen wat hij in staat is om te doen op die parcours. Dat is een zwaar parcours, je moet toch een beetje kunnen klimmen. Zoals het momenteel nu is, denk ik dat we moeten vertragen met één kopman. Frank van den Broeke. Ja. Ik denk dat ik de minste van de drie ga problemen maken. Dus ik denk niet dat Schmil zo rap voor Van den Broeke gaat rijden. En Van Petegem ook niet. Stel nu eens, je bent in de finale met Frank van den Broeke. Wat doe je dan? Dan rijd ik door met Frank van den Broeke. En dan sprinten we. Ik kan l'échapper met Van Petegem en de partie. En moi, j'ai resté derrière. Moi, j'ai démontré mon bon fort. En je pense que c'est normalement. Ça doit être passé comme ça. Schmil, hij zou het dit keer wel eens slim kunnen spelen. Zoals Museu in Lugano, meegaan met een vroege vlucht. En met wat geluk nu geen trap moeten geven, want er wordt zo gezegd in dienst gereden van Van den Broeke. Enig probleem, wie achtervolgt wanneer geen Belg mee is met een ontsnapping? Dan doe je zeker, ik heb hier pas aan Belg. Als ik wat ervan zou, die zijn compliqué. Ik wil wereldkampioen worden, ik betaal daarvoor. En is dan degene die het meest betaalt, die het kan worden? Nee, ik heb gezegd, we zijn hier niet in een casino aan het spelen. Geld komt er in de finale sowieso toch bij kijken, maar een WK is heel complex. Het is één groot schaakspel. Wij worden betaald van onze sponsor, niet van de nationale ploeg. Natuurlijk heb ik een paar vrienden die ook buiten de Belgische ploegen rijden, die voor mij zal en zullen rijden. Maar dat zeg ik vandaag niet. Ja, we zullen het volgende week wel zien.